Wat het mooiste eigenlijk, wat Younes en ik constateerden van nadat we dus ouders werden, is dat er tussen ons niets veranderde. Dus wij zijn al tot onze oren gewoon verliefd op elkaar. En eigenlijk, om dat te belichamen, hebben we nu een kindje. Ik denk sowieso altijd al dat ik bij voorbaat al wist dat ik omgeving wilde creëren, een familie wilde creëren, waar ik zelf in ben opgegroeid. Dus ik wist altijd al dat ik kinderen wilde. Eerst ben je, voordat je moeder wordt of voordat je überhaupt zwanger raakt, ben je alleen, ben je individu. En zo voelt dat nu niet meer. Maar des te belangrijker is het wel om in die samenstelling toch jezelf te vinden. Toch weer je individu te vinden. Om mezelf niet te vergeten en ook zeker mijn partner niet. Dat je alleen van een ander kan houden als je ook van jezelf houdt. Het zou gek zijn als je het niet zou doen. Want zoveel liefde ik voor anderen kan hebben, zoveel liefde heb ik ook voor mezelf.